Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 7 in Oostenrijk. Heb jij de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan recht met ietsje, klik daarop en natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Reageer wat even beter kan moet worden op deze aflevering. Volg me even op sociale media, maar gebruik het in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor aflevering 7 in Oostenrijk. Dan zijn we aanbeland in Q1 in Oostenrijk. Het is op dit moment gewoon bewolkt en zon. Het kan zijn dat er regen komt in Q2. Dus daar moeten wij voor oppassen. Maar eerst Q1 zien te overleven. Dat lukt helaas in Frankrijk niet. Hopelijk hier wel. Het zou mooi zijn als we doorkomen naar Q2. Dat is al een hele prestatie namelijk. Onze tijd in Q1 gaat worden een 1-4-3. En dat is P16 op dit moment. En dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Helaas regent hier dan wel. Wat wel jammer is, want ik heb liever een droge baan dan een natte baan. Want op een natte baan zijn wij minder snel. En dat vind ik wel jammer. Bocht 1 verloopt gewoon heel rustig. Geen wielspin bij de exit. Dat is gewoon goed. Dan zijn we inmiddels bij het einde van onze eerste run. De CE is wat beschadigd. Hoop ik dat hij ook in de race gewoon mee kan. Dat we niet hoeven uit te vallen. Want het zou wel heel jammer zijn als dat gebeurt. We komen op een P5. Met een 1.13.7. Onze laatste run gaan wij in Q2 dus. P16 op dit moment. Groen bij de Delta. Maar ik weet sowieso dat we niet door kunnen komen naar Q3. Ik wil wel zoveel mogelijk posities op zien te schuiven. Zodat we misschien op een P11 komen of een P12. Het zou wel mooi zijn. Een tiende boven de tijd van Kimi Räikkönen. Die rijdt op een P12. Groen in sector 1 en 2. De laatste bocht nemen we wat voorzichtig. Daar iets te wijd. Op de exit. Wat wordt het bij de finishlijn? Het wordt een P16. Helaas niet verbeterd. We stappen naar de eerste tijd in Q2. Ricciardo knap naar P2. Tsunoda door naar Q3. En wij dus naar P16. Dat betekent dat het onze startplek wordt. En het belooft een mooie wedstrijd te gaan worden voor aflevering 7 van My Team Career Mode hier in Oostenrijk. Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of the Austrian Grand Prix. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill turn 3. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Can we begin by having a chat about Sergio Perez? That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Ricciardo, Max Verstappen, and Perez. Sainz, Gasly, Tsunoda, and Lance Stroll. Leclerc, they've taken a grid penalty. Vettel, Kimi Raikkonen, and Ocon. The Professor, Giovinazzi, Mick Schumacher, and Fernando Alonso. Russell,
Mazepin, Latifi, and Christian Lundgaard. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het momentum moeten we meenemen in deze wedstrijd na de puntenfinish in Frankrijk. Dat was de vorige aflevering. Gaan we kijken wat het gaat worden voor aflevering nummer 7 van My Team Career Mode. In het begin van de wedstrijd regen, daarna droog. We nemen extra fuel mee om wat misschien harder te kunnen pushen tijdens die droge fase. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Oostenrijk. My Team Career Mode aflevering 7 staat op het punt te beginnen. De lampen zijn aan en ze zijn uit en we zijn onderweg. We komen beter weg dan Esteban Ocon, ook beter weg dan Kimi Räikkönen. Vettel zit daar ook in het gedrang, maar we kunnen nergens naartoe. We rijden hier dan een wijdere lijn dan de Aston Martin coureur. Dat is gelukt, maar we reden wat op de curbzone. En Vettel is ons voorbij gegaan. Jazeker. Vettel ons voorbij gegaan. Maar we kunnen hier weer misschien diep inremmen bij de Duitser. Nee, Mick Schumacher kijkt wel. Het is daar een beetje geel. We duwen Schumacher wijd. Maar die raakt ons met het achterwiel. Sorry, Schumacher raakt met het voorwiel op ons achterwiel. En daardoor heeft Esteban Ocon dat plekje dus veroverd. We remmen wel laat naar de Fransman toe. Hier dan aan de buitenkant proberen. Lukt dat? Nee. Het begint ook al te regenen in de openingsronde. Dus dat is wel opvallend. Schumacher doet daar een aanval aan de binnenkant. Maar dat gaat niet, Schumacher. En hij is de auto net niet kwijt. Maar de regendruppels vallen al in Oostenrijk. Er zit inmiddels een ronde nummer 2 van de wedstrijd. Als Ocon en Vettel met elkaar aan de stok hebben. En wij kunnen daar achterlangs kruisen bij die twee man. Lukt dat? Het is heel close met de drie rijders. Mijzelf, Ocon en Vettel. En wij remmen als laatste. We kunnen ook gelijk naar Kimi Räikkönen toe remmen. En die plek hebben we ook veroverd. Dat is goed om te zien. En de regen komt wel wat ergerder naar beneden dan in ronde nummer 1. Maar de baan is nog niet zijknat. Groen in sector 1 en 2. Momentje overstuur op de baan zelf. Maar Räikkönen kan niet naar ons toe rijden. Dat is geluk voor ons. En ze hoort ook. Lando Norris leidt de wedstrijd trouwens. Hij zet de snelste raceronde neer. We zitten in ronde nummer 3. En we moeten al naar binnen voor intermediates. Pas in de derde ronde is het al gelijk raak met het weer. En dus gaan we naar de inters. Nemen we helaas dat 60 kilometer bordje mee. Maar dat is niet erg. DRS is ook disabled. Dat mag ook niet meer worden gebruikt. En heel veel jongens doen een dubbele pitstop. En waar komen we terecht? Helaas achter Carlos Sainz. Dat vind ik jammer. Maar nog één stop te gaan en dan zit deze strategie er alweer op. Zo hard gaat dat, zo snel gaat dat. En nu moeten wij naar Carlos Sainz toe zien te rijden. We hebben helaas Daniel Ricciardo achter ons. En die pusht voor P11. Kijk daar naar de binnenkant van die bocht. Lukt dat ook? Hij zit er wel naast. Maar hij kan hem niet laten staan. We maken daar een klein foutje door op die curbs te gaan rijden. Ricciardo kijkt naar de binnenkant. Wij blokkeren hem. En nee, Ricciardo kan er niet langs. Hier dan wel. En hij is er voorbij. Maar we geven niet op. En hebben hem hier op de exit. Nee, want Ricciardo zit daar nog steeds aan mijn binnenkant. Wie remt er als laatst? Wij dus. En dit keer is de plek wel van ons. Het hout dat kraakt. Komt vanwege de zon die erop heeft gestaan. Dus het kan zijn dat je dat hoort. Dat kan ik ook helaas niet wegfilteren. Excuses daarvoor. Ricciardo kijkt dit keer aan de buitenkant van ons. Maar dat lukt niet, Daniel, want we duwen hem helemaal wijd. Dat is nog steeds P8 in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Maar Ricciardo kan terugkomen. En dat doet hij ook. Aan de binnenkant. We remmen als laatste. En dat is nog steeds P8. Alle rijders nog in competitie. De CE ziet er wat beschadigd uit. Daar moeten we voor oppassen in deze wedstrijd. Er zijn nog 30 ronden te gaan. Dus dat is een hele hoop. Dus zorgen dat die TC niet wordt beschadigd. Of is dat de CE? Ik weet het al niet meer.
zitten een ronde later in ronde nummer 7. Ricciardo kijkt naar de buitenkant, is er voorbij, maar durft hij niet als laatste te remmen, want dat doen wij. En we duwen hem ook helemaal naast de baan. Momentje, wielspin op de curbstone. En dat ziet ook Esteban Ocon. Kan hij dan aanvallen? Nee, dat is maar goed ook. Want zo behouden wij P8. Nog steeds een hele natte baan in Oostenrijk. Ocon kijkt naar die binnenkant. Lukt dat? Dat lukt. Ocon is er voorbij. We proberen hier wat druk te komen. En we remmen als laatste. En Ocon moet gewoon ruimte maken voor ons. Ricciardo had een momentje. Dat zag ik. Het is geel. En er rijdt iemand langzaam. Dat is volgens mij een Ferrari coureur. Ricciardo kijkt naar de binnenkant. En dat lukt niet. Dat lukt gewoon niet. Trouwens, die Ferrari coureur rijdt weer. Of dat is mijn teamgenoot. That's gonna do additional damage to all other power unit components. Oh, we hebben een probleem met een component. Terwijl Ocon spint op ons achterwiel. We hebben een probleem met de CE volgens mij. Dat gaat dus pijn doen bij alle componenten van de power unit. Oftewel de MGU-K, MGU-H, TC. Maar we hebben nog meer, de gearbox en et cetera, et cetera. Dus daar moeten we voor oppassen. En die gaan we ook in de volgende wedstrijd, dat is volgens mij Engeland. Die gaan we dus vervangen. Maar nu moet hij er even mee door. We zitten op de helft van de wedstrijd, nog 18 rondes te gaan. Nog altijd regen. En ik hoop dat het gewoon een keer weggaat, zodat we ons eigen tempo kunnen rijden. Want in de regen zijn wij nooit goed. Daar valt dan ook Lance Stroll aan die binnenkant, maar ook hij raakt mijn sidepod en hij spint. De banden zien er wat beschadigd uit, maar het is niet erg voor intermediates. De pitwindow is ook open. We gaan dus voor een 3-stopper. Oftewel intermediate, droogweerbanden. Rood is sector 1, 1,1 seconde langzamer. Het gat naar Sainz is gewoon bijna 30 seconden, dus dat rijden gewoon niet meer dicht. Jammer maar, helaas. We duiken naar binnen in ronde nummer 21 van de wedstrijd. Voor een nieuw setje intermediates. Kijken waar we naartoe gaan. Hopelijk dat we de overcut op Charles Leclerc kunnen doen. ...2,1 seconde, de gear was niet beschikbaar en Leclerc komt over start finish en heeft hij ons gepasseerd. Hij komt nu bij bocht 1 aan en Leclerc heeft ons net gepasseerd en de overcut heeft niet gewerkt helaas. In diezelfde ronde vallen we Charles Leclerc brutaal aan, helemaal van ver komen wij, maar die plek is wel van ons. En dat is goed om te zien. We verdedigen ook gelijk vanwege Charles Leclerc. Die probeert terug te komen bij ons. Maar hij kan hier helemaal niks. De regen is wat verminderd, zie ik. Leclerc probeert daar een poging te doen, maar die mislukt. Het gat is 15e. We zitten in ronde nummer 24 van de wedstrijd. Als Charles Leclerc daar probeert aan die binnenkant. Remmen wat eerder om achterlangs terug te kruisen bij hem. Dat lukt ook. Charles Leclerc moet daar gewoon even een uitwijkingsmanoeuvre doen. Anders had hij ons geraakt. En dat is nog steeds P8. We rijden wat heen en weer. Om Charles Leclerc geen slipstream te geven. En die geven wij ook niet. We krijgen wel een track limits waarschuwing. Maar het is geen probleem. We rijden ook een andere lijn. Om misschien meer snelheid mee te nemen in deze bochtencombinatie. Leclerc probeert het daar. Maar hij kan niet aanvallen. 34,3 seconden is het gat naar Carlos Sainz. Dat rijden we gewoon niet meer dicht. Dat weet ik 100% nu al. Dat kan gewoon niet. Want dat gat is gewoon veel te groot. Ronde nummer 26. Nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. Charles Leclerc kijkt nog steeds voor P8.
doet daar een aanval aan de buitenkant, zit aan die buitenkant. We remmen als laatste en laten hem hier gewoon doorrollen. En Charles Leclerc blokkeert gewoon zijn rechter voorband. En Fernando Alonso heeft die plek ingenomen. Dus nu mag Fernando het gaan proberen bij ons. Rood in sector 1, 1,3 seconden langzamer dan onze beste tijd hier in Spielberg. 16e is het gat naar Alonso, inmiddels 18e. Ronde nummer 28 en Alonso kijkt daar naar die buitenkant. Maar dat lukt niet, want we laten hem mooi uitrollen. Momentje overstuur op de exit. Dat ziet ook Fernando Alonso, die kijkt naar de buitenkant. Maar hier kan je niet inhalen. Leclerc wil Alonso weer terug inhalen op datzelfde punt. Maar dat mislukte helaas. Dus goed voor Alonso, jammer voor Leclerc. Nog steeds een P8. Nog steeds op een natte baan. En nog steeds met schade aan een van de componenten. Maar die doet het tot nu toe goed. Het is gestopt met regenen. En Fernando Alonso doet een aanval voor P8. Maar wij hebben daar gewoon ballen van staal. En laten hem gewoon staan. En Alonso moet daar gewoon even back-offen. Terwijl we nu de pitstraat inrijden. En dat had heel anders kunnen aflopen. Maar gelukkig is Alonso slim genoeg om dan te zeggen, ho, dit doe ik niet. En ik zie wel op een ander punt. Iedereen is naar die mediumband gegaan. Wij gaan dus naar de softband. 3,1 seconden en we komen helaas achter Fernando Alonso terecht. Dat is jammer. Hopelijk kunnen we hem zometeen gelijk weer passeren. Hij heeft ook DRS. Interessant. Hij is wel snel. We hebben ook onze overtakeknop aan. Durven wij hem hier aan de binnenkant te zetten? Nee, we zitten net te ver weg. Dan moet het hier dan gebeuren hopelijk. We hebben DRS. We hebben overtake. We hebben geen ritmix helaas. Durven wij het hier dan? We komen van heel ver bij Fernando Alonso. Die laat geen ruimte over. Wat ik ook snap. Want ja, dat doe je gewoon helemaal niet als je van zo ver komt. Dan laat je geen ruimte over. Maar P8 is van ons. Het is geel. Want daar valt iemand stil. En dat is volgens mij een Alfa Tauri van Yuki Tsunoda. Of Pierre Gasly. Weet ik niet zeker. Safety car. Er is een safety car op de baan geroepen vanwege het stilvallen van iemand. Maar wie is dat? Nee, die auto rijdt gewoon nog. Er is niemand stilgevallen. Hè? Dat is gek. Maar een safety car dus. In ronde nummer 32 van de wedstrijd. De safety car duikt weer naar binnen. En we hebben blauwe vlaggen. Want Ocon moet aan de kant. Daardoor kunnen wij niet Lewis Hamilton aanvallen. Dat vind ik jammer. Want Hamilton rijdt een paar auto's voor ons. En Ocon en Mazepin moeten zo snel mogelijk aan de kant. Want ik wil gewoon een kans maken om Hamilton te passeren. Lukt dat? Ocon is hier gewoon sneller. Moet gewoon aan de kant voor ons. Carlos Sainz probeert het. Sorry, Charles Leclerc probeert het. Dat wou ik dus zeggen. Charles Leclerc probeerde het. Maar dat lukt helaas niet. Het is geel en nu weer groen. Nog twee rondes te gaan. Giovinazzi gaat aan de kant voor ons. Gasly moet ook aan de kant. Gaat daar niet aan de kant. En dit is wat even pech hebben. Gasly moet aan de kant. Gaat niet aan de kant. Negeert gewoon die blauwe vlag. Oh, zien jullie dat? Aan de achterkant, daar gebeurt iets. De CE is kapot. Die is helemaal kapot. We hebben een rookpluim bij onze auto. En houdt hij dit nog vol? Houdt de CE dit vol? Want in de volgende wedstrijd moet hij sowieso worden vervangen. Charles Leclerc kijkt naar de binnenkant, maar dat lukt niet. Hij zit ook vol in die rook. En dit is even billen knijpen tot het einde van de wedstrijd. Valtteri Bottas zet de snelste raceronde neer. Hij gaat denk ik ook die wedstrijd winnen. Norris naar 2, Verstappen pakt een podium. Maar we moeten nog een ronde. Gele vlag, er valt iemand stil. Er valt iemand stil. Wie is dat? Dat is een Alpine. Fernando Alonso uitgevallen in de laatste ronde van de wedstrijd. Wij houden het gewoon nog vol met die kapotte onderdeel. Een flinke rookpluim achter onze auto, maar geen retirement.
We pakken gewoon nog punten van P16 naar P8. Weer een uitstekende wedstrijd. Pakken gewoon weer punten voor Schaven Racing. En gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. And Mercedes have pulled off a great victory here today. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. De uitslag van de wedstrijd, Bottas wint dus de grote prijspak, ook snel het racepunt, Norris naar 2, Verstappen 3, Tsunoda knap naar 4, Sainz 5, Perez 6, Hamilton 7 en wij dus naar P8. Latifi krijgt Drive of the Day terecht. Hamilton en Verstappen knokken nog voor P1 en wij naar P8 in het constructeurskampioenschap. En ja, het lastige is, helaas doet mijn teamgenoot niks. Die pakt geen punten en dat vind ik wel jammer. Dus na seizoen 1 wordt hij gewoon vervangen. Ik weet nog niet door wie, maar dat zien we dan wel. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F21-21 My Team Career met content. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, maar gebruik hem in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F21-21. Ga verder met My Team Career Mode.